zondagochtend, 7 uur. Zo, ik ben nu in La Roche, de auto geparkeerd en loop ik naar de bushalte om de bus te pakken naar Hottem. Zondagochtend, 8 uur. In de bus van La Roche naar Hottem en dan teruglopen. Nou, in Hottem, het startpunt is de Oerte. Zo, nou daar ga ik. Van Hottem naar La Roche Ardennes. Met een tussenstop. Merkteken wit met rood en gelijk al uit de bewoonde wereld de natuur in waar de vogeltjes fluiten. Schitterend weer. Eens kijken wat het gaat brengen. Zo, half uurtje onderweg. Het is best wel warm. Dus ik denk dat ik straks even maar mijn hoed opzet. Maar het is een leuke omgeving. Nog wel veel asfalt nu, maar goed, dat zal zo wel overgaan in het bos.
alleen vogels wat je hier hoort. Nou, we zijn nu weer aan het afdalen. Een hindernis. Nou. Ja. Nu weer aan het afdalen. Nou, een kilometer of 5 gelopen. 12 uur. Net even een kopje thee gedronken. Klein waterstroompje. Ja, poepoe, dat was best nog wel even een klim. Nou, daarachter, daar kom ik ergens vandaan. Ik weet niet precies. En nu ga ik deze kant uit. Dat is nog eens een mooi paadje dit. Mooi groen gras. Een bramenstruik. Ik denk alleen dat ik dicht bij een autoweg kom, want ik hoor een autosnelweg.
Nou, er is geen autosnelweg. Er is gewoon de wind hoog in de bomen. Ik zit natuurlijk best wel hoog, denk 450 meter. Als ik het goed onthouden heb. Dus die bomen zullen wel iets meer wind vangen. En een volgend dorpje in de verte. Daar ligt Marcour, dorpje.
Nou, het is nu 4:15. Het begint nu al een beetje moe te worden. De zon. Nu bijna bij Marcour. En ik denk dat ik de bus pak naar La Roche. De auto en dan terug naar de camping van vanochtend. Maar goed, ik zie wel eventjes. Er wordt gelijk weer de motoren en de auto's hier. Een beetje bewoonde wereld. Onderweg naar huis. Het Luik voorbij. Afslag naar Maastricht.